Today's Animal World, our co-inhabitants, will be presented in Dutch with subtitles in Arabic, Alexese, Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian and Spanish. Goede vrienden, welkom op alweer een aflevering van Dierenwereld, onze medebewoners. Vandaag stellen wij meneer Ronald van de Peppel voor, telepathisch dierencommunicator en paranormale energieheler die woont in Antwerpen, België. Meneer van de Peppel werd geboren in Utrecht, Nederland en heeft altijd een speciale verbinding met de natuur en dieren gehad. Nadat hij de wereld had rondgereisd, besloot hij in de jaren 70 een natuurlijke levenswijze te volgen en een hoger bewustzijnsniveau na te streven. Eén weg die hij insloeg om zijn doel te bereiken was het studeren van de kunst van auralezen aan het Instituut voor Intuïtieve Ontwikkeling in Utrecht. Meneer van de Peppel is naast telepathisch dierencommunicator ook schilder, auteur van twee boeken, Parels in de Wind en Glimlach in de Chaos. En hij leidt workshops over auralezing, droominterpretatie en overige spirituele onderwerpen. Dat is wat ik altijd maar hoor en voel bij elk dier en elke plant, en elke appel en elke graspriet en elk paard in de wei, krijg ik dat stuk van we zijn allemaal verbonden. Hij bekomt zijn prachtige band met onze dierenvrienden door telepathie. Telepathische communicatie met dieren is echt een interactie. Het is een ontmoeting tussen twee levende wezens. Dus niet alleen laat je het dier een stuk duidelijk maken van wat er leeft in hem of haar, maar je probeert ook duidelijk te maken waarom mensen leven zoals ze leven. Ronald begrijpt de boodschappen van dieren door middel van beelden en stemmen. Ik zie beelden, ik ben heel visueel van instelling, maar ik hoor ook een stem die als het ware gevoelens geeft of indrukken geeft die bij die beelden horen. En dat heeft wel degelijk een timbre. Dus een zeg maar, de stem van een olifant, dat is als een grote galmende klok in mijn hoofd. Zo. Dus die grote dieren die hebben echt ook wel grote stemmen. En terwijl een jong dier ook meer een jonge stem heeft, in mijn perceptie moet ik erbij zeggen, want het is natuurlijk iedereen neemt op zijn eigen manier waar. Meneer van de Peppel leidt uit over het gebruik van beelden om in contact te komen met dieren. Woorden kunnen ze wel verstaan. Hè? Door bepaalde klanken kunnen ze herkennen van zit, kom, lig. Hè? Maar dat zijn klanken. Dus als je ze nu iets wil vertellen, dan kan je een beeld maken. En een beeld maken doen we allemaal. Hè? Als jij denkt van ik ben op vakantie geweest en zo zag dat huisje eruit, dan kan je dat huisje voorstellen. Hè? Dus beelden maken kunnen we allemaal. Je kan je ogen dicht doen en een koe voorstellen of een boom. Ronald voelt zich heel hecht met honden, vooral zijn gezel Mare van het Galgoras, dat inheems is in Spanje en op een windhond lijkt. Meneer van de Peppel redde Mare toen hij in Spanje was en moest haar vervolgens wegens omstandigheden voor een korte tijd in een hondenpension achterlaten. Het volgende verhaal illustreert de visie van meneer van de Peppel. Tijd nemen om een situatie uit te leggen helpt om misverstanden te voorkomen bij onze dierlijke gezellen. Ze was gered, ze had een enorme verlatingsangst en ik dacht dat komt hier niet goed. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben bij haar gaan zitten en ik heb gezegd, luister, hè, wij gaan samen, zo het beeld, naar het hondenhotel. Jij blijft daar, ik ga weg. Dan wordt het donker licht, donker licht, donker licht. Hè, om tijd aan te geven, want donker en licht snappen ze. Dan kom ik terug en dan gaan we samen in het bos wandelen en hapjes eten en wordt het weer leuk. Dus ik heb dat 3 dagen achter elkaar gedaan. Elke keer draaide ze zich om en keek ik tegen de achterkant aan. Uiteindelijk gingen we dus naar het hondenpension. En ik dacht van ja,
ik hoop dat ze het echt gesnapt heeft, want die gaat zich verwonden. Die gaat aan de tralies liggen, klauwen en alles. En dus de deur van de kennel ging open. Zij wandelde naar binnen. Ze heeft geen kik gegeven. Ze is 3 dagen lang de braafste hond geweest die ze ooit hebben gehad. Ze heeft goed gegeten en ze huppelde vrolijk de auto in toen we weggingen. Compleet tegen alle logica in van hoe ze zich zou hebben gedragen als ze het niet had geweten. Meneer van de Peppel vertelt nu het verhaal over hoe hij het misverstand van een liefdevolle Duitse scheper opklaarde. Er kwam een vrouw bij mij en die had een hond, een Duitse herder, indrukwekkend dier. En die zat heel de dag te jammeren. Maar zij was vrouw alleen, zij ging werken en die zat dus in haar huis. Maar dat was in de stad, in Bergen. En die vrouw zei, ja, dat kan eigenlijk niet. Hè. De buren klagen, dit komt hier niet goed. Dus omgekeerde is dat ik, als ik naar een dier toe ga, dan vraag ik in gedachten, doe mijn ogen dicht, kom eens naar mij toe. Ik zag toen het dier naar mij toe komen en wat zag ik? Een heel klein pupje. En ik zei toen tegen haar in gedachten, ja, maar jij bent helemaal geen klein pupje. Jij bent een hele grote hond, iets groter als jouw bazin zelfs. Jij moet daarop passen. Jij bent de grote beschermhond. Door het innerlijk gesprek kwam een opmerkelijke verandering tot stand over hoe de Duitse scheper haar relatie met haar verzorger waarnam. Want de bazin vertelde me, ze zei, nou is er toch iets raars gebeurd. Ze huilt niet meer. In enige ogenblikken meer verhalen van Ronald van de Peppel over zijn wonderbaarlijke interacties met dieren. Blijf alsjeblieft afgestemd op Supreme Master Television. Wederom welkom bij Dierenwereld, onze medebewoners. Vandaag stelt onze show meneer Ronald van de Peppel voor, telepathisch dierentolk en paranormaal energieheler uit Nederland, woonachtig in Antwerpen, België. Wij zagen eerder 2 voorbeelden van hoe telepathische communicatie met dieren nuttig kan zijn bij het aankaarten van kwesties tussen mensen en hun dierlijke gezellen. Hier is nog een voorbeeld over een kat en haar verzorger. Ik kan me herinneren van een kat die altijd wegliep. En als ik dan vroeg waarom loop je altijd weg, dan zei die van ja, maar zij houdt niet van mij, want ze is er nooit. Maar dat was een alleenstaande vrouw, die moest veel werken om die kat te kunnen verzorgen. En ik heb toen aan die kat duidelijk kunnen maken van kijk, hè, zij gaat weg, maar zij komt terug met de blikjes kattenvoer. Die gaat ze halen, daarom gaat ze weg. En toen had hij zoiets van, maar die gaat dus niet weg omdat hij mij niet graag ziet. Nee, die gaat weg omdat er eten gehaald moet worden. Dan is het oké. Soms trekken ze de verkeerde conclusies. En kan het heel prettig voor een dier zijn als je kan duidelijk maken hoe wij functioneren. Ook als ze bijvoorbeeld op pensioen moeten of zoiets, dat je kan duidelijk maken. Je gaat er naartoe, maar na een aantal dagen kom je weer terug bij ons. Omdat ze weten niet hoe lang het duurt en daardoor is er dan vaak paniek en angst. Dieren kunnen ons verdriet aanvoelen en ons troosten gedurende moeilijke tijden. In zijn vorige woonst in Antwerpen-Zuid was Max, een witte labrador, de buur van Ronald. En als ik het dan heel moeilijk met mezelf had, dan hoorde ik zo slof, slof, slof op de gang. En dan kwam Max 2 verdiepingen omhoog. En die kwam dan alleen maar naar me toe. En dan legde hij zijn kop in mijn schoot. En dan kwam hij zo een tijdje bij mij liggen, zo diep zuchtend. En dan voelde ik zo hoe die zo in golven van warmte en liefde en troost naar mij toe kwam. Omdat ik hem ook altijd begroette. En als ik beneden aankwam, dan zei ik van dag Max. En ik ging wel eens met hem wandelen. Maar als ik het dan heel moeilijk had, altijd pikte hij het op en dan kwam hij naar me toe en dan kwam hij mij even troosten en een stukje heling brengen. En dan ging hij weer terug en dan was hij weer zijn gewone hondenbestaan daar beneden. Ja. En dan zie je dat die toch op verschillende niveaus tegelijkertijd aanwezig zijn en wel degelijk hele stukken delen van de processen waar je doorheen gaat. Als we aandacht schenken aan onze dierlijke vrienden, kunnen we zien dat ze altijd met ons praten. In de volgende situatie had een prachtig paard een boodschap dat Ronald begreep.
maar anderen niet opmerkten. Ik voelde hoe heel mijn hart open ging en die stond echt zo naar me te kijken van kijk eens hoe mooi ik ben zo en laat het aan de wereld zien en hoeveel liefde ik in mij draag. En iedereen loopt daar gewoon maar voorbij die zegt ach een paard in een wei. Zo. En ik zag zo die grootsheid en de schoonheid van die liefde. Dat was zo indrukwekkend. En ik dacht van ja, ze kon mij even vertellen dat ik het aan jullie mag vertellen. Van hoeveel liefde er in een dier is als je er open voor staat. En als je die relatie echt aangaat. Volgens meneer Van de Peppel nemen kleinere dieren zoals insecten zichzelf typisch niet waar als individuen. En is het een grotere uitdaging om met hen te communiceren. Een kleiner dier is meer een deel van een gemeenschap. Heel kleine diertjes vind ik heel moeilijk. Net als met spinnen. Die grote spinnen, dat is relatief makkelijk. Dus dat is zoiets van, hey, dag spin. En dan is er een begroeting. Inderdaad, dieren zijn van nature vrolijk. Ze leven zonder ego en hebben onvoorwaardelijke liefde. Geen vooroordelen. En een groot mededogen en bekommernis voor de planeet. Meneer Van de Peppel deelt de universele boodschap van alle dieren voor de mensheid mee. De voornaamste boodschap is dat al het leven en al het bewustzijn verbonden is. He, dus de vissen in de zee en de vogels in de lucht en de mieren die op je terrassen rondlopen. Al het leven is verbonden en het is onlosmakelijk verbonden. Dus we kunnen nooit ondanks de dierenwereld leven of ten koste van de dierenwereld leven. We zullen een staat van leven moeten vinden waarin alle levensvormen gerespecteerd worden. Onszelf, maar ook de kleine en ook de zwakke en ook de onschuldige. Ten slotte toont meneer Van de Peppel ons hoe we liefde, de universele taal, kunnen uitdrukken aan onze geliefde dierlijke vrienden. Heel makkelijk, duidelijk beeld. Ook universeel is, je vormt het beeld van hier is het dier en ik heb mijn armen eromheen. En dat beeld geef je zo van, kijk, ik hou heel veel van je. Dus het beeld in jezelf vormen van de omhelzing is een universeel symbolisch beeld van liefde. Dat verstaan ze perfect. Wij danken Ronald Van de Peppel om zijn inzicht op de natuur van dieren te delen en hoe met hen van hart tot hart om te gaan. Mogen zijn werk vele wezens helpen bij het vernauwen van onderlinge verstandhouding en eenheid. Sierlijke kijkers, het was een waar plezier om jullie vandaag bij ons te hebben op Dierenwereld, onze medebewoners. Hierna komt verlichtend amusement na opmerkelijk nieuws. Mogen wij allen de krachtige liefde in ons hart ontwikkelen om alle bewoners van de aarde mee te omringen. Graceful viewers, it has been a pleasure having you with us today on Animal World, our co-inhabitants. Coming up next is enlightening entertainment after noteworthy news. May we develop the powerful love within our hearts to encompass all of Earth's inhabitants. For more details, please visit www.suprememastertv.com/AW